Jouw lijf vertelt jou precies dat er iets niet klopt. En wat heel belangrijk is en wat mensen niet meer doen, ga luisteren naar je lijf. Ja? Als je te veel alcohol drinkt, word je ziek. Als je te veel medicijnen of weet ik veel wat gebruikt, word je ziek. Ja? Dus je lijf laat het je voelen. Ja. Maar we zijn niet meer in staat om naar ons lijf te luisteren. Dus wat betekent dat? We zijn weggegaan bij onze basis. In deze aflevering van mijn spirituele zoektocht ga ik op bezoek bij Bennie Oude Engberink. Bennie werkt al ruim 15 jaar met energie en heeft daar veel mensen mee kunnen helpen. Hij voelt veel aan en door met mensen in gesprek te gaan kan hij ze nieuwe inzichten geven. En ook ik ben benieuwd wat voor inzichten hij voor mij in petto heeft. Bennie, we zijn hier in een hele mooie ruimte. Je werkt met energie. Wat doe je precies? Wat doe je precies? Dat is een hele mooie vraag. Want werken met energie is eigenlijk is een heel breed begrip. Ik ben al een tijd bezig met dit werk en ik ontdek steeds nieuwe dingen. Ja. Het werken met energie, je kan zeggen het is magnetiserend, het is reiki, het is aura reading. Maar het omvat veel meer. En ik wil eigenlijk de hele aarde erbij betrekken, want alles is energie. Of het nou mensen, dieren, bomen, de aarde, water, lucht, het maakt niet uit. Alles is energie. Dus en wat mij ook dan duidelijk wordt, is dat alles met elkaar verbonden is. Dus niks kan zonder het een of zonder het ander. Als je niet goed met je lijf omgaat, ja, dan kom je in de problemen. Je lijf komt in de problemen. Als je niet goed met water omgaat, niet goed met de aarde omgaat, ontstaan er problemen. Ja. Dus alles is hoe dan ook met elkaar verbonden. Ja. Maar hoe komt het dat je in jezelf ontdekt hebt van ik ga daar iets mee doen? Hè? Heb je in jezelf gevoel gehad van ik moet iets met energie? Of? Ja, nou, wat ik net al noemde van als je niet goed met je lijf omgaat. Ja. En dat kan ook op vele manieren zijn. Je kan verkeerd voedsel nemen, je kan aan de alcohol komen, aan de drugs komen, noem maar op. Wat bij mij het geval was, dat ik eigenlijk op een gegeven moment in de gaten kreeg van hé, daar klopt iets niet. Ja, dus ik kan hierin teruggaan naar mijn jeugd al, als kind zijnde al, daar klopte iets niet voor mijn gevoel. Mm-hmm. En ik kon nooit achterhalen wat er nou precies klopte. Dus, en je probeert je dan in alle bochten te wringen om toch uiteindelijk te komen bij dat wat je wil. Maar steeds opnieuw kwam ik tegen van ja, is dit wat ik eigenlijk wil? Dus ik liep compleet vast met een burn-out als tot gevolg. En nou ja, dan kom je aan de antidepressiva, noem maar op. En dan kom je erachter van oké, in plaats van dat het beter wordt, wordt het nog steeds slechter. Ja. Dan ga je op zoek naar opening. Dus in het reguliere liep ik vast. Ik kwam geen steek vooruit. Het werd steeds erger. En dan ga je in het alternatieve circuit zoeken en dan ontdek je van potverdorie. Dat is iets heel anders. Dat is een totaal andere wereld. Ja. Die gaan totaal anders om met wie je bent, wat je doel is, enzovoort, enzovoort. Dus in dat opzicht heb ik in het alternatieve, eigenlijk vind ik het geen goed woord, want het zegt alternatief. Ja. Dus eigenlijk is het van, het is niet echt, het is een alternatief iets. Nou, in mijn ervaring is het echt, het ligt aan de basis van ons bestaan. En daar ben ik me verder in gaan verdiepen. Je bent dus opleidingen gaan doen. Had jij het ook het gevoel van ik zie bij mensen meer of ik voel bij mensen meer? Zeker. En alleen je ontdekt het dan pas. Ja. Ja, dus zeker. Want als kind, ik weet al als kind, ik was stil. Ik was verlegen. Ik durfde eigenlijk niet op de voorgrond treden. Maar ik was altijd wel geïnteresseerd in gesprekken. En dan merkte ik vaak al op van ja, weet je waar jullie over praten? Daar ligt de oplossing. Dus daar was ik als kind al mee bezig. Ja. Alleen, ja, ik ging het niet vertellen. En naarmate je jezelf verder ontwikkelt, bekwaam wordt in iets. En op een gegeven moment gaat het deurtje ook over van, nee, je mag best ook iets gaan vertellen. Ja. Ja? Dus je mag ook wijze raad geven, noem ik dat het liefste. Ja. Wat jij ermee doet is aan jou, maar ik heb het verteld. Ja. En daar ontdek je bij jezelf van, potverdorie, hey, dat voelt fijn. Ja. Ja? Het voelt opgelucht. Ik heb iets verteld. Ja. Ja, ik heb iemand anders een wijze raad mee kunnen geven. Ja. Dus bij mij was het echt een gevoel van yes. Ja. Dat voelde echt goed wat je deed. Ja, ja. Precies. Ja. Is dit dan wat ik zoek in mijn leven? Komt dan heel groot in beeld. Ja. Ja, eigenlijk wel. Maar ja, dan ga je nog weer twijfelen. Dus ik heb net ook al gezegd van mijn gang hier naartoe was eigenlijk zo. En daarnaast is het ook wel zo van het moeilijke is van je dagelijkse werk doen en het spirituele werk doen. Nu kan je het in elkaar over laten gaan. Dat kan heel goed. Ja. Maar wil je echt, dus als je je eigen praktijk hebt en daarnaast ook nog een baan. Ik persoonlijk vind het niet gemakkelijk. Ja. Ja, want ik vind het ook heel moeilijk om je te bewegen in de maatschappij zoals die nu is. Ja. En waarom vind je dat moeilijk? Omdat de snelheid. Ja. Ja. En de snelheid. Het is hoe mensen met elkaar communiceren. Mensen hebben geen geduld meer. Sta bijvoorbeeld bij de kassa in de winkel. Je wordt bijna aangeduwd. Schiet eens op. Ja. En, rij je 's morgens om 7:30, 8:00 de snelweg op. Nou, je wordt bijna in een raket geplaatst. Je moet gewoon meer. Nou, de snelheid waarmee alles gaat. Ja. Je zou bijna zeggen, slow down people. Ja, precies. Ja, want dat is ook wat ik altijd vertel. Van, weet je, doe nou eens rustig. Ja. Ja? En ik ben zelf vuur, ik heb het vuurteken, dus ik ben zelf iemand die heel snel gaat. Maar ik heb geleerd dat die snelheid die in mij zit, mij niks heeft gebracht. Nee. En eigenlijk ben ik daardoor vastgelopen. Ja. Ja. En hoe kwam het dan, want je liep vast en je bent dus eigenlijk in de spirituele sector heb je dingen ervaren waardoor je weer tot jezelf kwam. Ja. Hoe kwam dan die omslag van, daar ga ik ook echt gewoon mijn werk van maken? Of daar ga ik ook dat gaat geleidelijk. Tenminste, bij mij is het geleidelijk gegaan. Het gaat niet in één keer. Ik heb zelfs momenten gehad dat ik er volledig weer ben uitgestapt. Ja. Ja, dus ik heb eerder al een spiritueel centrum gehad hier in Aldenzaal. En... 5 jaar denk ik, 4, 5 jaar lang heb ik dat gehad. En op een gegeven moment, financieel kon dat gewoon niet meer. Dus toen ben ik er helemaal weer uitgestapt. Toen ben ik met, ik kom uit de bouw, mijn oorsprong ligt in de bouw. En toen ben ik weer begonnen met een klussenbedrijf. Dus ik heb helemaal weer een switch gemaakt. Ja. Ja. En hoe voelde je dan toch die drang van, ik wil toch weer terug? Je vindt niet je voldoening. Nee. Ja? Je vindt niet je voldoening. Je verdient er wel geld mee. Ja, maar het is niet wat je doel is. En je loopt opnieuw vast. Ja. En het gebeurde ook met de crisis. Geen werk, geen geld, helemaal niks, 0,0. Ja. Ja. Er kwam weer een kleine opleving, dus ik kreeg weer werk. En meteen daarachteraan ging het weer mis. Ja. En toen had ik zoiets van, oh jee, we gaan eigenlijk dezelfde kant weer op waar ik voor een aantal jaren ben uitgestapt. Ja. Ja. Ja, dus, en ik denk, dat kan niet de bedoeling zijn. En dan moet je een keuze maken. Ja. Wat wil je dan? Ja? En dan is het de balans van, ja, ik heb inkomen nodig. Ja? Ik moet dus wat ik hier heb onderhouden. Ja? En, nou ja, en dan ga je wegen. Ja, eigenlijk kan dat niet, want ik kan hieruit niet voldoende geld genereren. Nee. Ja? Dus dan zit je met een dilemma. Ja. En hoe heb je dat dan... hoe probeer je dat op te lossen? Ik heb hulp gehad. Ja. 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 Dit geeft meer voldoening, hè? Geef je aan. En wat voor dingen doe je zoal bij mensen? Wat voor dingen doe je zoal? Het allereerste wat ik heel belangrijk vind, is heel goed gaan luisteren. Ja, dus daar komt iemand, heb een afspraak gemaakt, dus ik probeer heel goed te luisteren. Wat vertel jij eigenlijk niet? Mm-hmm. Ja? Ja. Er wordt vaak heel veel verteld, maar heel veel wordt niet verteld. En daarin zit vaak de meeste informatie. Dus daar luister ik naar. Ik probeer te luisteren naar wat er niet verteld wordt. Daarnaast probeer ik te luisteren wat er wel verteld wordt. Ja? Ja. En daar maak ik een combinatie van. En aan de hand van dat gesprek probeer ik dus te voelen, te zien, te horen wat de persoon op dat moment nodig heeft. Ja. Is het alleen maar een gesprek? Blijft het alleen bij een gesprek? Is het een aura-reading? Dan ga ik over tot een aura-reading. Is het een behandeling, een energetische behandeling? Ga ik dat doen? Ja. Het kan heel breed zijn. Er lopen veel meer mensen vast, hè, tegenwoordig. Ja. Hoe voel je dat in jezelf dat je er iets mee moet doen? Je zegt al, heel veel mensen lopen vast. Op welke manier dan ook. Of dat nou is een relatie, werk of met kinderen of whatever. Ja? Je merkt het aan jezelf. Ja? Je wordt prikkelbaar. Dat zijn al signaaltjes. Je wordt moe. Je komt doodmoe thuis. Of je bent doodmoe in huis. Het zijn al signaaltjes dat er iets niet klopt. Ik heb hier een heel mooi voorbeeld voor. Straks ga ik straks even noemen. Maar jouw lijf vertelt jou precies dat er iets niet klopt. En wat heel belangrijk is en wat mensen niet meer doen, ga luisteren naar je lijf. Ja? Als je te veel alcohol drinkt, word je ziek. Als je te veel medicijnen of weet ik veel wat gebruikt, word je ziek. Ja? Dus je lijf laat het je voelen. Ja. Maar we zijn niet meer in staat om naar ons lijf te luisteren. Dus wat betekent dat? We zijn weggegaan bij onze basis. Ja? We zijn uit ons lijf gestapt. We hebben geen contact meer met onszelf. Ja. En dat is precies en dat is niet dat dat nu van de laatste jaren is. Het is alleen de laatste jaren is dat in een sneltreintempo heeft zich dat ontwikkeld. Ja? Mensen hebben totaal niet meer het besef van potverdorie, ik heb ook nog een lichaam waar ik zuinig op moet zijn. Nee, daar wordt maar gejaagd en gejakkerd. Ja. Ja? Als je kijkt, kinderen worden 's morgens om 7 uur met een sneltreinvaart naar de crash gebracht. Ja. Om op tijd op het werk te zijn. Vervolgens 's middags ga je je kinderen ophalen. Gespannen, want je bent teruggekomen in het drukke verkeer. Je zit nog met heel veel vragen van je werk. Je haalt je kinderen op. Die hebben al heel veel vragen. Je bent doodmoe. Je gaat eraan kapot. Ja. Ja? Dus mijn advies is, haal de druk eraf. Ja? En we zijn zo geneigd om allemaal mee te rennen in die sneltreinvaart van de maatschappij. Ja. En ik zou massaal willen zeggen, mensen, stop hiermee. Ja. Ja? Stop hiermee, want alles wordt gekweekt dat het maar sneller moet gaan. Ja. Ja? Kijk eens naar de mobiele telefoon. Ja. Een prachtig medium, maar kijk eens in het verkeer hoeveel mensen nog achter, terwijl ze aan het rijden zijn, bezig zijn met de telefoon. Ja, dus, het is eigenlijk inderdaad rustiger aandoen en meer naar je lichaam luisteren. Ja. En ook meer naar elkaar, want er wordt ook niet meer naar elkaar geluisterd. Ja, want je hebt hier een hele mooie plaat hangen eigenlijk. Waarom is deze zo belangrijk voor jou in jouw werk? Want jij gaf net aan dat dat wel een leidraad is. Van, nou ja, ik ben hier alleen om werkelijk behulpzaam te zijn. Ik ben hier alleen om hem te vertegenwoordigen die mij gezonden heeft. Ik hoef me geen zorgen te maken om wat ik zal zeggen of wat ik moet doen. Want hij die mij gezonden heeft, zal mij leiden. Ik ben tevreden daar te zijn waar hij me wenst. Wetend dat hij me vergezelt. Ik zal genezen zijn wanneer ik me door hem laat leren hoe ik anderen genees. Mooi. Dit vertelt eigenlijk dat ik het niet alleen kan. Ja. Ja? Ja. Ik ben eigenlijk niks anders dan het doorgeefluik wat vaak genoemd wordt, het tussenstation. Ja. Ja? Ik leg het ook wel eens vaak uit aan de hand van een schakelaar, een lichtschakelaar, die wordt bediend. Ja? Als je de schakelaar omzet, gaan de lampjes branden. Ja, zo zie ik dit ook. Als je de schakelaar omzet, gaan de lampjes branden. Ja. Ja. Ik noem het zelf het liefste God. Hoe je het ook noemt. Ja. Een hogere bron of het universum. Het maakt mij niet uit. Ja. Ja. En of het nou Boeddha is of enzovoort, enzovoort. Het maakt mij niet uit. Noem het vooral zoals jij het fijn vindt om te noemen. Maar weet dat er een hogere macht, kracht is. Ja. Energie is die... het mogelijk maakt dat wij dit bij andere mensen kunnen doen. Ja. Je kan het absoluut niet in je eentje. Nee. Nou Bennie, ik ben wel benieuwd of je nog iets uit dit gesprek of iets voor mij hebt wat bij jou binnenkomt. Ja, nou, ik probeer heel even contact te maken en ik had net eigenlijk al een momentje dat ik voelde wat verdriet. En nou ja, je kan zeggen van dit is mijn eigen verdriet. Maar ik weet uit ervaring dat het toch... niet mijn verdriet is. Dus, ik had een leeftijd van plus minus 3 jaar bij jou. En Het beeld wat ik daarbij kreeg is dat je als driejarig meisje, ik zie jou eigenlijk huppelen buiten in de natuur op een grasveldje en je bent heel erg begaan met bloemetjes, met de insectenwereld. En wat ik daarbij ook zie is dat, wat mij eigenlijk dat vertelt, laat zien is dat jij het buitenleven nodig hebt. Je hebt de natuur nodig. Wat ik hier ook uit kan halen is dat je het niet prettig vindt om in een afgesloten ruimte te zitten. En dus bijvoorbeeld een hele week op kantoor zitten is niet jouw ding. Nee. Ja? Dus je kan het wel een halve dag volhouden, maar dan heb je echt nodig om naar buiten te gaan. Dus je lijf moet zich kunnen ontspannen. Op het moment dat ik dat noem, je lijf moet zich kunnen ontspannen, zie ik meteen een ander beeld, want ik zie jou wandelen. Kan je zeggen dat is prima? Ja, prima. Maar ik zie ook dat tijdens die wandeling ben je heel erg bezig om toch dingen te verwerken. Dus in plaats van dat je die wandeling als ontspanning aanneemt, gebruik je die wandeling om je gedachten na te gaan. Dus tijdens die wandeling ben je nog heel erg bezig met werkgerelateerde dingen enzovoort enzovoort. Kan je zeggen van nou ja, dat is een mooi moment om dat te doen, maar als ik jou een advies zou kunnen meegeven, dan zou ik zeggen van gebruik die wandeling om naar je lichaam te luisteren. Wat heeft jouw lijf nodig? Ja. Ja? Hier zit al voldoende. Ja. Ja? Dus wat heeft jouw lijf nodig? En als ik dan mij ga richten op jouw lichaam, dan kijk ik naar jouw enkels vallen op. Dus af en toe toch wat gevoelige enkels. Jouw knieën vallen op. Af en toe wat gevoelige knieën enzovoort enzovoort. Om dit even heel kort samen te vatten, de doorstroming van jouw lijf zou wat beter kunnen zijn. Okay. Ja, dus, en dan kom ik terug op die wandeling. Dus mijn advies naar jou toe zou zijn, als je gaat wandelen, maak eens bewust contact met de aarde. Dus, en dat is niet dan dit, maar zet eens voetje voor voetje neer. Dus heel bewust contact maken met de aarde. Ja. En ga ook in gesprek met de aarde. Mensen vinden dat vaak gek, zweverig, maar ga eens in gesprek met de aarde. En zeg ik, vraag eens, mag ik mijn voet op jou neerzetten, zodat ik beter tot mezelf kan komen. En zo ga je, het is eigenlijk ook een soort meditatie die je dan gaat doen. Ja. En dat hoeft geen half uur, een minuutje, 5 minuutjes is al voldoende. Ja. Ja? Dan ga je echt een moment van de dag heel bewust met jezelf bezig. En laat even alles los. En dat is niet gemakkelijk. Maar dat is eigenlijk het advies wat ik jou zou willen meegeven. En ik heb ook het gevoel dat je af en toe dat jouw rug vast zit. Dus toch mag ik het een stijf gevoel noemen. In ieder geval, dan stroomt het ook niet zoals het zou kunnen doen. Is wat rek- en strekoefeningen. Ja. Zou ik jou willen adviseren. Ja. 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 Dus vooral ook om de schouderpartij, maar ook om hier wat meer ruimte te krijgen. Dus benauwde momenten open te maken. Ja. 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 Ja, ik merk dat ik de laatste tijd ook wel meer last heb van hart. Dat ik ineens de hartslag of zo. Ja. Ja. Ja, ja. Dus okay, je kan het doen door, als je dan toch bezig bent met zo'n wandeling en om je dan even helemaal te openen. Ja. En of er nou andere mensen in de buurt lopen, het is jouw lijf, het is jouw lichaam. Ja. Ja, wat ik hier ook meteen bij voel is van het durven uitspreken. Waarschijnlijk heb je ook een periode gehad waar het voor jou heel moeilijk was om jou te uiten, om jouw ding te durven uitspreken. Van om is gewoon als je je opent van hey, ja, dus dat. Ja. Ja, want dan het werkt dubbel. Ja. 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 Mooi. Ja. Ja, dankjewel. Alsjeblieft, graag gedaan.